Sinds dit weekend is er hier in Naturalis een echte Tyrannosaurus rex te bezichtigen. Ze zijn nu nog volop bezig met opbouwen, maar wij gaan vast kijken voor een paar geheimtips. Als je goed kijkt, zie je dat sommige botten wat donkerder zijn en wat gladder en ook van die hele gekke streepjes hebben. Daaraan kun je zien dat ze niet echt zijn, maar dat ze uit de 3D-printer komen. En je kunt dan nog iets zien welke botten echt zijn. Namelijk de echte botten, die hangen in een soort beugels, omdat je er geen schroefgaten in wil boren. En heel grappig als je erop let, die pootjes, die zijn niet van hemzelf. Die waren er namelijk afgeknabbeld toen ze het skelet vonden, zoals Anne Schulp het altijd zo mooi zegt. Dus heeft hij de pootjes geleend van een hele andere Tyrannosaurus rex. Van Sue, een T-rex die in Chicago staat. En dan die kop, hè. Alle T-rexen ter wereld die staan tentoongesteld met op hun romp een afgietsel. En dit is het enige die zijn echte kop heeft. Bijzonder is ook dat hij met zijn kop omlaag staat. En over die hoogte is eindeloos nagedacht. Hij hangt nu precies zo dat volwassenen hem in de ogen kunnen kijken, terwijl kinderen vooral de tanden zien. En hier zit nog een holte die er eigenlijk helemaal niet hoort. Dat komt omdat het bot daar is weggevreten door een ontsteking. Het moet gevuld zijn geweest met pus toen het beest nog leefde. Grandma Pusface noemden ze hem in Amerika ook wel. Oma Pusbek. En als je goed kijkt, zitten er op zijn ribben zitten bobbels. Dat is een teken dat die gebroken zijn geweest toen hij nog leefde en weer zijn geheeld. Zo zit het beest vol met allerlei beschadigingen die erop wijzen dat hier een gepijnigd, getormenteerd dier staat. Heel zwaar leven heeft hij gehad. Het is natuurlijk ook nog eens een keertje een joekel van een beest met hele grote zware botten, zware wenkbrauwen. En dat is typerend voor een vrouwtje. Daarna kun je zien dat het een vrouwtje is geweest. Want bij Tyrannosaurus werkt het zo dat de vrouwtjes groter en zwaarder zijn dan de mannetjes. Je kunt er trouwens ook aan zien dat het eigenlijk een vogel is, want bij roofvogels geldt het ook. Uilen, valken, haviken zijn ook de vrouwtjes groter dan de mannetjes. En dan nog iets over het gebouw waar de T-Rex staat. Moet u kijken voordat u naar binnen gaat naar dat relief daar boven de deur. Bizar tafereel van een uitgemergelde vrouw die een stervend kind vasthoudt met een of andere vrouw die daarnaast staat te juichen, zo lijkt het. Dat komt omdat dit een oud pesthuis is. En die vrouw die daar staat, dat is een furie, een wraakgodin, die eigenlijk een zweep in haar handen had waarmee ze die arme, uitgemergelde moeder aan het gezelen was. Macaber, maar ja, ook alweer een goed onderkomen voor een geraamte dat door ziekte is aangevreten.